Wie het snelst ontsnapt, wint! Hoe nou? Wauw! De verhuisdoosronde! Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat super tof dat je weer... Wat? Geef nou eventjes mijn shine moment. Je bent zo aan de beurt. Super tof dat je weer kijkt naar deze hele spannende challenge. Ik ben vandaag niet alleen, dat had je misschien al door, want ik ben samen met Dionne. Hey. En met... Thomas. Yay. Er is geen ontsnappen meer aan, of nou ja, hopelijk wel. Zijn jullie klaar voor de spannendste challenge ooit? Nee. Ik ook niet. We spelen namelijk vandaag wie het snelst ontsnapt wint. 500 euro. Oh, ja. We spelen zo meteen 5 rondes waarin we onszelf moeten bevrijden. En degene die na 5 rondes de allersnelste tijd heeft, dus de totaaltijd, die wint 500 euro. Zijn jullie daar klaar voor? Ja. Nee. Oké. Okay. Voor 500 euro word ik wel wakker. Oké, ik doe mee. Ik doe mee. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Doe in ieder geval nu jouw voorspelling. Wie denk je dat de allersnelste tijd heeft aan het einde van de challenge? Is dat Team Dionne, Team Rutger of toch Team Thomas? Yes. En geef de video eventjes een duimpje omhoog, want bij 25.000 duimpjes gaan wij heel snel weer een challenge opnemen met z'n drieën. Mocht je nou na 5 minuten nog steeds opgesloten zitten, dan word je op een professionele wijze bevrijd. Maar dan heb je wel 5 minuten bij je totaaltijd opgeteld en dat wil je natuurlijk niet. Snap een politieagent? Ja, zoiets. Nou, dan blijf ik graag opgesloten. Dat heb ik ook in het zwembad, dan ben ik ineens vergeten hoe ik moet zwemmen. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan eventjes druk op de rode knop onder de video. En dan gaan wij ons nu heel snel klaarmaken voor ronde nummer 1. Welkom bij ronde nummer 1 en dit is de tassenronde. Oh! Dionne doet het al een beetje voor. We nemen plaats. Oh! Oh. Dit begint heel goed. Zo, dit was heel eng. Ik wilde zeggen, we nemen plaats in deze stevige tassen. Vervolgens gaat de tijd lopen en moet je er zo snel mogelijk ontsnappen. Als je ontsnapt bent, druk dan zo snel mogelijk op de stopknop, op de stopwatch, want dat is dan jouw tijd. En na 5 rondes kijken we dus wie het allersnelst was. Doe dit trouwens niet thuis. Nee, wij zijn ook niet thuis, dus nee. We zijn wel thuis. Nee, maar niet nadoen. Oké, daar gaat ie. Ik hoop dat ik pas. Ik pas hier nooit in. Woe! Oké, val! Ik pas er niet in. Dit is heel erg eng. We worden op professionele wijze dichtgeritst. Hoe pas daar hier in? Woe! Met de jongen past er wel helemaal in. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja! Bevrijd jezelf in 3, 2, 1, go! Het lukt echt niet! Jeetje, ik ben... Oh, ik voel me niet uit! Ja. Ik heb er niet uit! Jongens, ik zit zo vast! Ah. Oh! Dit is het! Oh, stop! Druk op de stopknop! Ronde! Ronde! Yes! Oh, dit was zo eng! Ik deed zo mijn vinger omhoog en ik zit helemaal zo slim! Heel goed gedaan. Dit is de tussenstand. Dionne gaat aan kop. Waarom weer? Ik heb het helemaal benauwd. Het moet je echt niet thuis nadoen. Maar we gaan door naar ronde nummer 2. De volgende ronde is denk ik iedereens droom. Maar het wordt vandaag iedereens nachtmerrie. Want je wordt opgesloten... in bubbeltjes plastic. Wow. Check deze rol. Ja, nu vind je het nog fijn, maar zo meteen niet meer. Het is zo warm hier. Ik zweet warm. Het is echt heel warm en ik zit heel strak ingebubbeld. Ja. Ik wil eruit, nu. Probeer te ontsnappen in 3, 2, 1, go! Oh. Oh. Ah. Ik kom eruit! Ja! Yeah. Yeah. Nee. Oh. Hoe kom jij eruit? Ah. Ja! Ja. Oh, ik heb een liefje! Oh. Ik zit helemaal vast! Oh. Hoe kom jij dit? Ik kom er echt niet uit! Echt niet? Nee! Kom op! Ah. Ah. Ah.
Bijna. Ja. Stop. Dit was echt heel slim. 41 seconden had ik. Dionne was weer het snelste met 10 seconden. Thomas had 16 seconden en ik dus 41. Dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld. En dit is de tussenstand. Dionne, je staat nog steeds op 1. Ja, maar jij bent ook gewoon heel slim. Moet je de volgende ronde echt iets aan gaan doen? Nou, dat ga ik nu doen. Op naar de volgende ronde. De verhuisdozenronde. Ik heb de grootste dozen die ik heb kunnen vinden besteld. Ja, maar die zitten hier al. Oh ja, dat is waar. De grootste dozen. Oké, daar gaat ie. Hoppakee. De verhuisdoosronde. Zitten jullie erin? Oh, nee, dit heb ik eruit gescheurd. Ja, dit heb ik ook met al mijn zwembroeken. Ja, ik ben eruit. Ik had deze ronde gewonnen. Aangezien Dionne de enige persoon is die hierin past, slaan we deze ronde over. Nee, past niet. Alsof het zo busy is. Dionne en de doos, nu op YouTube. De volgende ronde is de tie-wrap ronde of de bindbandjes ronde. Het ziet er misschien heel klein en simpel uit, maar dit is echt een hel. Ja, ik heb hier ervaring mee. Oh, oké. Vertel. We zitten helemaal opgesloten, zowel onze handen als de voeten. Ik vind het echt niet leuk. En het doet nu al pijn. Ja, hoe gaat die uitkomen? Ja, dat weet ik niet. Onmogelijk. Probeer te ontsnappen in 3, 2, 1, go! Dit voelt als een soort ontvoering. Oh god, dit kan niet! Los! Echt? Ben je los? Ja! Ik heb ze los! Nee! Druk op stop dan, oh je wil... Nee, ik heb alleen maar handen niet. Ik heb mijn voeten gewoon los. Auw! Hoe dan? Nee! Oh! Oh, toch niet. Ik heb helemaal bloed. Nee. ABC, kappen mee. Ik stop. Ik bloed ook. Geef mij de 5 minuten maar. Applaus voor ons. Wil jij ons nu bevrijden? Nee. Freedom! Oh. Kijk eens eventjes. Oh, bedankt. Dionne staat nog steeds op nummer 1, maar in de laatste ronde kan alles veranderen. Zo, wanneer jij ontvoerd zou worden, ben je zo ontsnapt. We gaan nu naar de laatste en allesbeslissende ronde. Welkom bij de laatste ronde. Dit is de ontvoeringsronde. Want we zitten aan deze stoelen vastgetaped. Wacht, ik ga eventjes naar de wc. Oh nee! Oh, Thomas nog niet zo goed. Rij me meteen op. Thomas. Ja, ik kan het toch niet doen. Thomas zit weer helemaal vast. Toch? Ja, ik ga niet nog een keer proberen. Dit is de laatste ronde. De allesbeslissende ronde. Wie wint de 500 euro? Ja, de deurbel gaat. Sorry, we zitten even vastgebonden. We komen eraan. Wie het snelst ontsnapt, die wint. In 3, 2, 1, go! Wauw! Mijn haren! Oh, dat is slim! Ja! Ik voel me met Superman. Auw. Ben jij bijna? Oh, Kie! Het doet zo pijn! Hoe doen jullie dit? Oh. Nee, niet weer. Hoe kan dit? Niet weer, Dion. Ja! Telt dit? Ja, dit telt. Yes! Oh ja! Oh Dionne, je bent echt slim. Je moet echt meedoen aan Expeditie Robinson. Ja, laat ook maar. Ik heb er geen zin meer in. Maar heb jij lekker al zien ja. Ik doe wel jouw rond. Nee, doe het trouwens niet. Nee. Het is niet gelukt. Nou. Ik doe wel stop. Wacht even. Doe maar gewoon stop. We hebben een winnaar. 5 van de 5 rondes gewonnen. Mag ik een applaus? Ik kan het niet zelf doen. Voor Dionne. Blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Dat doe ik zeker. Als jullie dit een leuke video vonden, geef eventjes een duimpje omhoog. En check ook eventjes de kanalen van Dionne en van Thomas. Die kun je vinden in het eindscherm. Zij maken natuurlijk ook hele toffe video's. Dus abonneer je zeker ook op hun. Bedankt. Mocht je nog niet op mij geabonneerd zijn, doe dat dan ook eventjes. Dan ben ik volgende week hopelijk bevrijd. En bij je terug met een hele nieuwe video op donderdag om 4:00 's middags. Maar tot die tijd. Stay fabulous. Stay fabulous. Doei. Doei. Nou, doe je. Kunnen jullie me wel even bevrijden? Nee. Bevrijd me. Jongens. Iemand? Jullie dan? Nee. Laat jullie me echt zitten hier. Natuurlijk. Zullen we gaan lunchen?
Dion, wij gaan even lekker mee. Doei!